Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, heb je dan een beetje hekel aan mannen gekregen? Binnen relaties? Nee. Dus die mannen die daar die nog single zijn, hebben nog een kans om je te <laughs> wijzen dat ze goed zijn? Huh? Ja, zeker, zeker. Ik, ik geloof, kijk, wat dat betreft ben ik gezegend. Mm -hmm. mijn, mijn, mijn ooms, mijn vader, mijn broertje, mijn neven, ze, ze zijn Surinaamse mannen. Ja. En ze hebben allemaal hun fouten begaan, maar het zijn naar mijn perceptie wel. Goede mannen. Okay. Wat ik classificeer zeer als goede mannen. Weet je, ze kennen hun verantwoordelijkheden. Uh, uh, ze doen wat gedaan moet worden voor gezin, voor familie, whatever. Weet je? Mm. Ze proberen het beste ervan te maken, ook al passen ze misschien niet in bepaalde hoekjes of volgens bepaalde verwachtingen. Maar they try. Yeah. They give a genuine effort. Dus ik weet dat goede mannen bestaan. Okay. Niet omdat my ass, en ik zie het nu, ik probeer het nu een beetje anders te zien: hé, hey, ik ben licht. Licht brandt. Maar ze komen erop af. Weet je? Want okay. ze, willen, ze willen een beetje van die energie. Maar ze kunnen het, ze kunnen het niet aan. Ik, ik wil je graag één kleine tip meegeven. Voor <coughs> ik naar ander onderwerp ga jumpen. Werk met je affirmations. Want je weet wat het is. And knowing is half the battle. Wanneer je jezelf dagelijks gaat overtuigen dat je de juiste mensen tegen gaat komen. dan kan ik jou garanderen dat het gaat komen. Uh, okay. Dus ga er gewoon voor. Oh, uh, want ik. Ja, yeah. dit is een curveball. Ik had deze <laughs> niet zien aankomen. Als je mij is aankomen, als mijn kiri direct is, weet dat? Dus daarom. Nee, I I I ben niet veel, zien ik ben veel liever dan mensen denken. Ja, dat ja, ik ja, ben. ja, ja. Ik kom blijkbaar over als een of andere Sina, de warrior princess en ik maak je morgen dood. Maar ik ben Ja, yeah, yeah, Let it out. Ik ben super zacht. Ik merk ik ben het, ja. Emo. En ik ben lief. Is dat en... niet de reden waarom je dan zo schreeuwt? Omdat je het vanuit je hart brengt. Je bent, het, het, het bijna doet het je pijn dat iemand liegt. Ik heb het over bijvoorbeeld de leiders en alles. Dat je dan zo boos wordt vanwege je emotie. Of het komt boos over. Het komt boos over, maar ik word ook boos. Want even eerlijk. Weet ik ben je? ook zo, hard, dus daarom... is, is, Ja, ik weet het. Daarom <laughs> kunnen jij en ik het goed met elkaar vinden. <laughs> nee, maar het is zo. Want, laten we eerlijk zijn. Jij en ik zijn van één generatie. Je ziet je vrienden, mensen om je heen, familieleden. Mensen die het gewoon proberen. Yeah. Op de honorable, easy way. Want mensen kunnen makkelijk zeggen: van, Weet je wat? Fuck it, ik doe het niet meer. Ik ga in de crime of ik mm. ga drugs dealen of ik ga roven of noem maar op. Weet je Want Ik heb twee kinderen te verzorgen of noem maar op. Ze blijven het proberen op de honorable manier. En als het fucked up, gewoon fucked up dat het niet gaat omdat wij niet willen, maar omdat het ons gewoon niet wordt gegund. Je kan het niet mooier hebben verwoord, want precies daarom ben ik ook de laatste tijd aan het bassen. mensen komen naar me, ja je moet niet schelden, je moet niet zo grof praten. Ik zeg weet je, mijn vader was voorzitter van de band van leraren in de jaren toen de militairen waren afgezet. Dus ik heb het ervaren zoals geen ander, uh, dat we problemen hadden en zo. En wat hij heeft gedaan is zijn zaak, ik ben trots op hem en wat die andere mensen hebben gedaan is hun zaak. It's not my fight. Ja, dat was dus voor hun toen. Ja, toch? Maar nu is het wel jouw feit. Ja, en dan heb ik iets van guys, ik kom met iets goeds. En omdat ik je taal niet spreek en omdat ik dit niet spreek, dan moet ik nog steeds met mijn pakken rondlopen. Doen alsof ik uh, oh, niet geïrriteerd ben. ben. Ik ben dat en niet mis te verstaan worden, toch? ma, pang pang. <laughs> Op assijn. <Azeen>. Ja, dus <laughs> ik ben het echt zat. Ik kan er niet anders voor worden. En dan. Uh, alleen maar door erover te praten word ik werkelijk boos en dan zeggen ze ja, het is uh, jeugdigheid. Ik ben een fucking man van 42, wat voor je? Ik what ben van 35 geworden maandag en dan ben ik officieel volwassen van. <laughs> Dit is geen jeugdigheid, dit is anger. Ja, dus Frustration. Uh, dus het is een nazi die 42 jaar lang zeggen ze ons, hou je mond, hou je mond, je, je tijd komt. Brada, ik ben een half dood. Je zet even... met één <laughs> been in je graf. Je bent stinkend Rijk, want je hebt gestolen er, voor he? generaties. Ja. Laten we eerlijk zijn, jouw kind, kinderen gaan het goed hebben. En wij kunnen niet eens schoon een fucking bosje op groente kopen. En dan mag je niet boos zijn. Maar dan moet je zogenaamd tactisch en politiek correct. En jij, ja, je bent een voorbeeldfiguur. Ik ben geen moeder, Teresa. Maar je bent wel een voorbeeldfiguur. Je bent nu een voorbeeld van hoe de nieuwe generatie moet opkomen. Wel, de nieuwe generatie gaat geen ja's en das doen. De, de, yes nieuwe de, de nieuwe generatie drinkt wat, die rookt wat, die, die zegt de dingen hoe ze zijn. En dan weet men tenminste wat je allemaal hebt. Maar die oudere generatie heeft nog meer drugs gebruikt dan ons van de jaren 70. Dus, 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 <laughs> dus, <laughs> dus, <laughs> dus laten we elkaar niet voor de gek houden. De meesten die nu aan de macht zijn, hebben de hippie -tijd ervaren. Ja. Dus uh, De seksuele revolutie, de yeah, drugsrevolutie. Yeah, yeah. Dus alles wat nu gebeurt, is niets nieuws onder de zon. Precies. precies. Maar precies. daarom, ik, ik ben werkelijk geïrriteerd aan het worden en eigenlijk, ja, je hebt me getriggerd. Uh, ik I hope in a good way. Ja, dus kijk, je haalde het net aan over geld en ik was laatst ook met Raoul Hellings in een gesprek en met die andere militairen, uh, met een oorlogsveteraan heb ik ook gesproken intussen. Mm -hmm. Vaak komt geld als oplossing op tafel. Ik heb het geluk gehad dat ik een beetje heb kunnen verdienen in het verleden en geld is alles behalve een oplossing. Geld is niks anders dan een papier, en middel. Een middel. Want dat horloge die je nu draagt, of die horloge, of ah, Kijk eens. die casio is ineens niet zo mooi meer wanneer je die 10.000 kan uitgeven voor die hublot. Maar uiteindelijk na twee weken is het gewoon weer een horloge. Ja. Zelfde het Diezelfde problemen heb je. Dus als je niet gaat voor hetgeen je echt leuk vindt en voor je passie en alleen voor wilde, dan kan je ook die vrouw zijn die thuis constant wordt gerammeld omdat die man weer een materialistische check bent geweest. Dus, nee, ik ben uh, niet materialistisch. Nee, ik, ik heb het erover dat wij vaak denken dat geld de oplossing is. is. Maar het is de oplossing. Vaak zijn mensen zo arm dat het enige wat ze hebben geld is. En ja. dat snapt ja. men niet. Weet je hoe erg het is wanneer je niet weet wie het echt met je meent? Ik heb genoeg vrienden. Dat ze, wanneer ze betalen, zeg ik, broeder, waarom betaal je altijd? Ze zegt, ja, dat nou, zo'n ik kan je niet het wordt verwacht. Dus mensen denken dat, vaak wordt er gedacht dat mensen die... Met geld werken, een heel lekker luxe leven hebben. En is het mooi wanneer je uitgaat dat kan je een, een beetje ballen. Zo is aan man. Nee, maar tuurlijk is het leuk om te ballen een keer. En tuurlijk is het leuk om een beetje show te maken. Maar het brengt vaak meer hoofdpijn. Dan wat anders. Want wanneer je bijvoorbeeld een goede baan hebt en je verdient 4000 dollar per maand, ik geef gewoon een nummer. Mm. Met 4.000 is je kan je geweldig veel doen. Wow. En, dan heb je, Good life. en dan heb je bijvoorbeeld de ondernemer, die heeft 50 man personeel en die verdient 10.000 dollar. Geef mij die 4000 dollar en dan mag je alle problemen van alle 50 man personeel die hem elke dag bellen, elke dag huilen aan zijn hoofd en elke dag een voorschot vragen, elke dag een leningen, elke dag is iemand dood. <laughs> Daarmee houdt niemand rekening. Nee. Niemand houdt rekening mee dat je bedrijf dicht gaat en van de een op de andere dag, dus door dat COVID gebeuren. maar van de een op de andere dag mag je niemand wegsturen. Je moet wel belasting betalen, de belastingregels gaan omhoog. What the fuck? Ja, ik ben het met je eens, schat. Ik ben het ook niet ermee eens. Je weet toch, dus... Uh, ik denk dat we het geldstukje aan materialisme even los moeten gaan laten. Want er is meer geld op straat dan goede ideeën. Wanneer wij als generatie met goede ideeën komen, dan gaan de investeerders vanzelf komen. We moeten stoppen met nee, de, maar de, daar de regering. We... Kijk, ik. ik hm? Fuck de regering. Ja, ja, ja. Kijk, het lastige van. Je broek om je mic. Oh, sorry. Ik hou van dingen weg. Yeah, ik hou van mensen in Niet eens van mij. Oh, dat gaat me kappen. Oh, shit. Nee, dat is oké. Okay. Uh, nee, ik. Um, ik denk dat je hebt, je hebt gelijk, sowieso. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. Suriname is inmiddels zo verziekt dat ongeacht hoeveel goede ideeën er zijn, er heel veel mensen zijn met kapitaal, met daadkracht, die misschien inderdaad de potentie zijn in Suriname. Mm -hmm. Maar we zijn allemaal smichten. Of de negen van de tien zijn smichten. Ja, zit wel een nas. Uh. Dus dan ja. hoe ga jij voor ja, dat jij... die, die buitenlander investeren. is ook een smicht. Als je met een Trinidadian werkt, die naakt nee, je over alle kanten. Kijk, kijk, eens, eens, eens. <laughs> het is niet een Suriname-probleem, maar ja, het is ja, wel ja. het land waar wij wonen en werken. Dus het is mijn focuspunt. Snap je wat ik bedoel? Ik vind, je moet focussen op jouw huis. Suriname is je mijn gelijk, huis. Je hebt gelijk. Dus wanneer we smiechten zijn en mensen komen van buitenaf en ze willen het dak repareren voor 10.000 en het gaat allemaal pannetjes en noem maar op. Moet een van die kinderen niet zeggen van... Oké, okay, dan gaan we naar de Chinees gaan. <laughs> en dan gaan we mindere kwaliteit van dat en dat kopen. En na, van die 30.000, dan hou ik een 10.000 over en dan ook een bal. Maar dat nou, hoe denk je? Dus jij denkt dat u nou een slechte reputatie buiten heeft? Jazeker. Maar vind je dat gegrond? Aangezien Nederland een cocaïnefabriek had en dat Amerika gebouwd is. Nee, dus Nederland drugs... zijn ook cabanjes. I don't like ja, them dus, either. Ik woon niet daar voor de, vind de je reden. Maar vind je dat men dan een gegronde reden heeft om te zeggen, bijvoorbeeld, je hebt alleen maar die documentaire cocaïne-cowboys te kijken. Dat Miami nooit zou bestaan zonder cocaïne. Nederland had een cocaïnefabriek. En uh, zo zijn er een heleboel andere landen die alles stuk hebben gemaakt ten koste van anderen. En ineens zijn ze geweldig. Dus waarom zeggen ze dat wij een slechte reputatie hebben? Nadat zij al die shit al hebben gedaan en hun wil hebben opgebouwd, mogen wij ineens niks meer doen? Je bent de Abani. Weet hm? je waarom? Ik ga je uitleggen waarom. Ja. Kijk, schat, ik begrijp je. Ik heb ik, ik het ga doen. De meeste mensen in Suriname zijn oog om oog, taan, taam vibe. Ja. Ik begrijp het. Ja. Ik begrijp ik het. Beet. Ik ben. Ik ben. Ik zit het op een illegale manier. Eh. Ja. <laughs> dus dat is. Dat... Ik ben het type van. Oké, okay, I see <coughs> jouw niveau. Jij bent niemand om mij te trekken naar dat niveau. Oké. Okay. Tampede. En wij gaan verder. Ik ben Snap Anders. je? Ik geloof een hond moet je als een hond behandelen. Wanneer ze in Suriname willen gaan praten met gangsters, dan gaan ze met witte handschoentjes. Want ze zeggen, ik ga niet naar jouw niveau, maar kunt u alsjeblieft van die stoel gaan? En wilt u alsjeblieft in de gevangenis gaan? Ik zeg, nee, pak een koude stok en wiep hem op zijn papa n hoofd. En dan hebben we een andere tori. Oké, okay, kijk, luister. Schaar. Dus soms moet je naar het niveau ja. gaan om die mensen taal te spreken en alles. Om dan verder te gaan. Eens, maar dat ook dat is een strategische zet. Als jij yeah. 50.000 man achter je hebt, yeah. by all means, and anything is possible, en dan ben ik ook een by all means necessary type person. Dat ben ik ook abani. Een beetje. <laughs> ik woon in Suriname. Hallo. Ja, de abanje groeit uiteindelijk in je. Laten we eerlijk zijn. Nee ja, hey, ja, toch, ja, het is, ja. dit is maar zo lang dat je zuiver en integer kan blijven in een, in ik snap een wat je Of bedoelt. tegen de rivier kan blijven in zwemmen terwijl mm. het nergens naartoe gaat. Op een gegeven moment denk je ook: van ja, ik geef maar al. Weet je wat, dit is wie we zijn? Cool. Je moet nooit opgeven. Je moet gewoon nooit opgeven. Het is, is een lastige job. Kijk, bij cannabis, ik moest de stekker eruit trekken, want we zijn geen bodemloze Want ik heb laatst ook gesproken met iemand die het van je over gaat komen. En ik ben boos op jou, want ik vind eigenlijk dat je het niet moet opgeven. Je, niet ik heb omdat... het niet opgegeven. Ik ja, kan, kan gaat niet permitteren. Als ik 40 mensen moet onderhouden. en ik kan die mensen nu wel een baan geven door het weg te doen, want ik ga het niet kunnen. Er is iedereen die schreeuwt, je moet doorgaan, maar niemand geeft me een stuiver. Oké, okay, maar die persoon die het gaat kopen, kan die persoon jou niet in dienst nemen, want je hebt veel kennis en expertise. En die jij persoon, bent hoe dan ook de man in Suriname, nou, ik ken die persoon. gaat gebruik maken van mijn kennis. Ja, maar die persoon heeft wel gezegd, die wordt officieel uitgekocht. En ik persoonlijk vind, wie snapt 10, 10, 20, 30 procent aandeel in Tainasan. Maar jij, die is bij jouw passie. Weet, het is nog steeds mijn passie, maar soms bepaalt de natuur jouw pad. En misschien moest ik niet zijn degene die het bedrijf... Zo, uh, so, dat dus geld eruit zou halen. Maar misschien moest ik degene zijn om het pad te dozen voor iedereen in Suriname. Om ze wakker te maken. Misschien is dat mijn pad geweest. En de kennis. Oh, je bent ik ook he... een bulldozer. Je ja, ik ben een zware bulldozer. <laughs> <laughs> dus, maar dat zeg ik, ik heb nu het hele land weten ja. van. We, laten, we, laten we niet over jokken. Ik bedoel, ik heb echt mijn best gedaan. Ik ja, heb ja, ja. veel ja, erin gepakt. het heeft niet aan jou gelegen in ieder geval. Juist. En nu is men wel bezig het op te pikken op hun manier. En de camera. De kennis die ik heb vergaard. Is geld waard. Ja. Dus degene die ons over wil nemen. Ik heb hele goede gesprekken met die persoon gevoerd. En het eerste wat die persoon zegt. En dat is de reden waarom ik met hem heb Daar Waarom ik open sta. Ik ben het niet eens. Maar goed. Nu, nu hebben we hebben gesproken. Uh, ben ik, het zei ik open ervoor. Hij heeft gezegd. Jij bent onlosmakelijk gekoppeld aan dit bedrijf. Ik zei hem dat ook. En dus. En dus daar moet je er gewoon bij betrokken zijn. Ik heb toen gezegd. Weet je wat. Wat je ook wil weten. Bel me. Ik heb gisteren bijvoorbeeld een gesprek gehad met iemand van het kabinet. Ik kan die naam niet herinneren. Het was een persoon van die Hennep Commission. Mm -hmm. Dat was eergisteren. En ze hebben me uitgenodigd voor een presentatie. Toen heb ik gezegd, mevrouw, ik kom nooit meer om een presentatie te geven. Want ik ben geen clown. Het was misschien niet zo netjes. Want die dame wist niet wat ze moest verwachten. En bij deze mijn excuses daarvoor. Want ze, 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 ze Zij is heeft, niet de eindverantwoordelijke. Nee, maar ze heeft zomaar wind van mij gehad. Ja. En ik heb me echt als een varken gedragen. Want je moet nagaan. Dat ik hoop heb... van je dat je dat kan herkennen. Okay. En, en sorry kan zeggen. Dit, dit is wat Suriname ja, nodig Ja, nee, nee. Ik, heb, ik, heb, ik, was ik ben ook emotioneel. Uh, maar ze hebben me getriggerd. Ze zei... Ja, je moest een due diligence hebben gedaan. Je moest uh, onderzoek hebben gedaan als het rendabel was. Ik zei me vooral... Er zijn mensen met eigen fucking vliegtuigen naar Suriname gekomen... om zaken met me te doen. Ik kon niet eens een bankrekening openen. Dus, dus wat, niemand wat, moet wat komen de... zeggen dat Do ik geen due diligence heb gedaan. <laughs> ja. Je zou je helemaal verkeerd gedaan. Dat is geraakt. een belediging, ja. Maar toen heb ik ook gezegd... Uh, voor wie, waarom moet ik een presentatie komen geven als de huidige president de eerste persoon is voor wie ik heb gepresenteerd toen ik begon met deze campagne? Want mijn vader was leraar vroeger. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus hij heeft toen hand in hand met de huidige president gewerkt. En toen zei ze: Ja, maar nu was hij, in de, toen was hij niet in de hoedanigheid van een president. Van, hij was geen president toen ik die presentatie heb gegeven. Ik zeg: Wacht even, dus alle kennis is ineens verdwenen. Nu ineens weet je niet waarover het gaat. Terwijl ik het nog in mijn agenda heb die dag dat we hebben gesproken bij het VHP-gebouw. Ja. Dus. Hebben ik, we ook ik, gewoon toen zoveel mogelijk heb, mensen aan ik zijn heb, vinden, ik denk ik. Ik heb dus op dit moment gezegd, ik ga niet meer presenteren. En uh, ik heb gelukkig wel een gesprek vanmorgen gehad met een van de andere leden. En die zegt, ik snap je volkomen. Ik zeg, wanneer jullie serieus willen praten over zaken en mij niet, mijn hersenen willen plukken voor informatie, mm. dan kunnen we zitten. Toen zei hij, waarom? Ik zeg... Als het niet aan mij had gelegen, dat is niet om arrogant te zijn, zou die hele freaking Hennep-commissie niet eens in het leven zijn geroepen. Ja. Want niemand anders heeft lawaai ooit erover gemaakt. Nee. Nog mooier, ik kan je wijzen waarbij ik een dagje een post heb gezet op Facebook, er een interne e-mail van het kabinet is gegaan, vijf uren daarna, dat er een Hennep-commissie met spoed Ik kan het aantonen. En nu komt zielig, het. Hoor. En nu komt het. Dan vraag ik waarom word ik niet in die commissie gezet en dan zeggen ze: ja, je bent een belanghebbende. Ik zeg, tuurlijk moet ik erin zijn, want je gaat toch niet als piloot zeggen hoe een fucking kapitein een boot moet gaan varen? Want hij is belanghebbende van die boot. Nee, slaat op niets. Je hoort in die commissie thuis, want jij weet het meest: je hebt alle onderneming gehad, je hebt de connecties, je zou en het daarom, verder kunnen uitbreiden, dus het zou alleen maar logisch zijn. Dus als zakenman moest ik zeggen: guys, stekker eruit. Ja. Als zakenman moet ik kijken: oké, okay, ik had de oliemaatschappij, we waren de eerste die bezig waren actief in Suriname met recycling. We hebben meer dan weet ik hoeveel miljoen liter uit de natuur gehaald. Eén glas is voldoende om 20.000 liter water te vervuilen. Weet je dat ik die, die olie niet meer kon exporteren uit het land? Omdat de scheepersmaatschappij hebben gezegd dat alle containers moeten gaan naar de houtsector. Want ze hebben alle containers nodig. Dus wij die afval exporteerden kunnen niet. Dat zijn allemaal dingen die mensen niet weten. Ik wil daarom. Dat is een reden waarom ik soms zo boos word. Want al wil jij nou produceren, kan je niet. Er zijn niet eens containers ter beschikking. Jij met je pepertjes en je tomaatjes, geen fok ga je wegsturen. Nee, schat, ik weet het. En er zijn te weinig mensen die het weten, Om met weinig mensen op dat niveau hebben kunnen ondernemen, ik, waarbij deze, zeg ik het... Ik heb het ook geprobeerd, een onderneming op te richten, Siemens Business en zo, en dan wat ben je nu twee of drie jaar verder, nog steeds geen vergunning, allerlei soort rare fratsen en obstakels, terwijl je een startende onderneming bent. En dat is het lastig toch, want dan komen mensen tegen je zeggen van, ja, jij wou het op de eerlijke manier doen, yeah, 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 en kijk yeah, yeah, nu, staan normaal, zit die vergunning nog dit, bankrekening nog dit, en dan denk je echt bij jezelf van, weet je, Suriname kweekt... Die denkwijze, die cultuur om, om gewoon te zeggen van, wat, fuck it, we doen het gewoon anders. Ze kweken het zelf. Oké, nu hebben we flink lopen kanker over ons land. <laughs> we hebben het recht, we wonen hier. Nee, maar dan, wat is dan de volgende stap? De volgende stap voor mij is dat Surinamers gewoon echt een keer hand in eigen boezem gaan steken en kritisch gaan kijken naar wat er gebeurt. En dat ze zich niet langer laten leiden door emoties of door misplaatste loyaliteit aan mensen die het niet met ons menen. Is het dan niet een idee om nu, in plaats van te schreeuwen wat de regering fout doet, um, meer bezig te zijn? Want hoe meer we praten over de regering, hoe meer, meer kracht je ze geeft, toch? Oké, okay, ik ga dus je een voorbeeld je geven. We gaan niet meer gaan focussen op maak je mond open, praat eerlijkheid, dat soort dingetjes uh, over praten en dat meer aandacht geven? Uh, ja, ja, kijk, luister, ik ga je een voorbeeld geven, want je hebt het over oplossingen, toch? Mm. Stree had bijvoorbeeld een model uitgewerkt, dus iedereen weet dat de overheid apparaat veel te groot is. Yeah. En je kan het niet in één keer... Saneren, want dan ga je mensen broodloos maken en Klopt. ze hebben hun gezin. Weet je, dus dan moet je gaan nadenken van hoe gaan we dat doen? In welke termijnen gaan we dat doen? En noem maar op. En dan gefaseerd uh, bepaalde mm. dingen doorvoeren zodat je het steeds mensen kan afvloeien. Niet, niet ontslaan, maar afvloeien ergens anders naartoe. Relocaten. Precies. Ja. Een van de dingen die we toen hadden bedacht was: stuur in ieder geval de toplaag. Vanaf 50 kan je in aanmerking komen als je dat wil met vervroegd pensioen. Maar heb je nog steeds mensen die je moet onderhouden? Nee, klopt. Je gaat bepaalde offers moeten brengen. Maar je, wat je daar waar je wel voor zorgt, als je dit 50 tot 60 laag eigenlijk eruit hebt, heb je ook ruimte, want dan gaan er banen vrijkomen toch? Dan Heb je ruimte om bijvoorbeeld een systeem in te gaan voeren. waarbij je gaat oordelen op basis van KPI's? Wat is dus KPI? Echt, uh, kritische prestatieindicator. Okay. Weet je dat je wordt. de hele personeelsmet moet trouwens ook aangepast worden. Yeah. Want als je bij God. even je niet functioneert, hangen sorry zus, de mensen die willen en kunnen werken en competent genoeg zijn, natuurlijk wil ik de goede mensen houden. Mm -hmm. Snap je wat ik bedoel? Maar de mensen die daar gewoon zijn vervulling alleen omdat ah, ik ben van die partij en mijn oom heeft dat geregeld en nu zit ik hier op een kantoortje met zes andere mensen stof te vergaren, ja nee, die moeten weg. Ja, maar wat is goed dat je dat zegt wel, want uh, ik heb wel gemerkt dat een aantal mensen juist daarom ambtenaar zijn geworden, dat ze geen moer hoeven te doen. Want ik praat soms wel met mensen van, hé, hey, maar ik heb misschien een goede baan, Nou, dan no, heb no, boem. No. Nou, kijk, ik, jij, jij hebt denk ik de andere kant van de munt. Want ik heb bijvoorbeeld ambtenaren die juist willen doorgroeien, maar nooit door kunnen groeien. Oh, misschien daarom dat Snap je? ze, ze gewoon. Ja, ze balen, want ze zijn al vijf, zes jaar in dezelfde functie. Normal zou je al een training of dit of dat, en zou je misschien op een supervisor of weet ik veel wat doorgegroeid moeten zijn. En ze staan stil. Dat is de andere kant van de munt. Je hebt, toch, je hebt de mensen inderdaad die die zeven, even van het. hé, meneer, broer, ja. ik mijn money van Maar je hebt mensen die gewoon echt iets willen doen. En dan, of worden tegengewerkt politiek-wise, of ze zijn van een andere politieke partij, waardoor ze misschien van OD niet naar directeur gaan. We wonen bij de Suriname, we weten wel wat voor onzin het is. Dus ja, en... er moet veel veranderen. En ik geloof dat de enige manier waarop iets gaat veranderen in Suriname is met een nieuwe organisatie die schoon is. Mm -hmm. Dat, weet je toch, met zware betrokkenheid van de samenleving. Uh -huh. Ik vind ook dat we af moeten stappen van het één keer in de vijf jaar, Tori. Het werkt niet voor ons en het maakt te veel kapot. Waarom? Als je de verkeerde leider hebt, wat we heel vaak hebben gehad, ga je heel snel achteruit. Ja, maar als je elk jaar gaat wisselen, krijgt die man nooit de kans om in nee, te ik werken. ik heb niet gezegd elk jaar. <laughs> maar je kan bijvoorbeeld wel zeggen van, oké, okay, we hebben verkiezingen. Voor, mm -hmm. voor, uh, de kiesstelsel moet sowieso anders. Het mm -hmm. is onrechtvaardig nu. Ik ben een voorstander van One Man One Vote en het zou prachtig zijn als de samenleving een eigen president kon kiezen. En dat we niet plots worden verrast wie de president wordt. Je weet het, Daar ben ik een voorstander van. Dus als je het kiesstelsel aanpast, want dat bevordert nu ook corruptie. Bijvoorbeeld, corona heeft Hypothetisch, allemaal maar ten goede, duizend mensen. Mm. Uh, Sipa heeft 6000 mensen, maar ze zijn <laughs> Drie goed. zetels. Ja, maar je bent al gelijk <laughs> goed voor zetels. <laughs> ja, ja. Je hoeft die mensen gewoon misschien langer aan een douchen, of een ja, toepakket pakket, ja, ja. of... Ayo, kom, boeien, regelen, werk voor je. Kom bij Lanty. 70% van Coronie werkt bij de overheid. Wij gaan dit Dit is een ga... voorbeeld trouwens. En mensen gesprek... van Coronie no disrespect. I love you, all. jullie hebben me goed behandeld zondag. Dit, maar dus de waarheid moet gezegd worden, weet je weet toch. En aan de ene kant snap ik het ook van hun ja. kant uit. Want als er geen werkgelegenheid is daar, als er niet wordt geïnvesteerd in ondernemers of de ja. agrarische sector, natuurlijk gaan iedereen hun kans nemen om toch die Lantiborocco te nemen. Ik wil afsluiten en je vragen om nog een keer te komen, maar ik wil toch even hierop inhaken. Ik denk wel persoonlijk dat we moeten stoppen met wachten op Lantiborocco. Want keer is dat, moeten we ze de we doet niks... De regering doet niks. Brada, niemand gaat die deur voor je openmaken als je het niet zelf doet. Ik ben het helemaal met je eens. En daarom heb ik ze ook een beetje geprobeerd te triggeren. Zondag van, hé, hey, maar kijk, grassroots, weet toch? DC, Noa, Rokoguno, kom samen, bundel. Weet je toch? Iedereen ze... nog honderd, dan kan je die dak van die dame uh, ver veranderen. Je wil, die, die DC wil je geen vergunning geven, want er is een prachtige dek daar gebouwd. Je kan mooi uitwaaien Dus als ze het, weet je toch, ze kunnen... Ik zag helemaal aruba vibe met standjes daar. Is zo mooi daar. Ja, hé, uitzicht. Wakanda. Maar ze moeten okay, inderdaad okay. die dijk een beetje af. En dan moeten ze gewoon mooie... Net als Wakapasi. Wakanda-pasie. Pa, wakanda, pasie. <laughs> wakanda <pasie. laughs> en toch mooie standjes neerzetten. Want er was een gezin daar dat ook gewoon echt uit de stad is gekomen. Om daar uit te waaien. Oh, ja. Ze kwamen met hun deksels, Ze hebben gekookt. En ze chillen. Ik wist nee, ik niet. Gaat zeker checken. Het is, het is nieuw. Ik wist het ook niet. Het is een nieuwe ervaring. Maar ik zag al gelijk de potentie van: dat, Jasper, we kunnen hier we kunnen zoveel mooie dingen. Oké, okay, over deze zoveel mooie dingen gaan we sowieso weer een keertje praten. Want ik moet echt afsluiten dit keer. Ja, we praten veel. Hè. Ja, ja, en ik ja, kunnen ja, eindeloos ja, door ja, blijven ja, praten. <laughs> Ik word dankjewel dat je langs bent gekomen. Geen dank. En uh, ik kan niet wachten dat ik je weer in de studio kan ontvangen. Je hebt mijn nummer. Anytime, wanneer de kijkers het niet te veel vinden. Maar uh, anytime, dan ben Maar ik... geef niet op. Uh, ik denk dat je hard op een goede plek zit. En mensen hoeven dat niet. Dat is mijn mening. Over alles wat we hebben gesproken is onze mening. En gelukkig mogen we ons een vreemde mening uiten in Suriname. Ja. Dus als je rechtstreeks wil aanspannen fuck you. By all means. Suck these nuts. Fijne dag verder. Doei. Dankjewel voor het kijken. En als je er wat aan hebt gehad, like, subscribe en share alsjeblieft mijn pagina. Op deze manier kunnen we lekker met veel energie verder gaan. Alibina wampole. D-V-A baby. Let's talk.